kutdag. Ik heb haar voor het eerst in de staart gedaan en of gekregen. En hoe? Mijn mouw voorover en hij zit heel los. Maar goed, ik heb vandaag voor het eerst getouche. Ik heb wel echt de hele dag al heel erg last van mijn linkerborst. Rechts gaat nog steeds eigenlijk goed en doet gewoon hoe dat moet. Maar ja, links is echt, zeg maar naar bovenkant, is echt de hele tijd pijn aan doen. Of het spant zich aan of weet ik het wat. Als ik ga liggen, ik kan gewoon niet plat liggen, want dan komt mijn bed niet eens meer overeind. Dus ik lig echt het schuin. Ik heb even in mijn vaders bed gelegen, want die kan zeg maar zo schuin omhoog, de achterkant. Dus ik heb Netflix gekeken en wat heb ik vandaag gedaan. Verder echt helemaal niks. Ik ben eigenlijk even naar Amstelveen met mijn moeder om wat t-shirts te kopen die ik dus aan zou kunnen. Want ik loop nog steeds in mijn vaders doorgeknipte t-shirt. Maar ik had echt de energie er niet voor. En ik was net even ingestort met een heilbuitje van alle spanningen. Nu voelt het eigenlijk wel weer een beetje oké. Maar goed, voor de rest ben ik er nog steeds. Gewoon een beetje een slechter dagje. Het is nu 2 dagen na operatie. En vanaf morgen... Nou, morgen mag nog een kutdagje zijn en dan moet het wel een beetje beter gaan. Dan moet de zwelling een beetje gaan afnemen. Dus wie weet, het kan natuurlijk ook langer duren. Voor de rest helemaal niks gaan doen. Ik ga nu weer lekker op de bank verder Netflix kijken. Dat was de update voor dag 2. En ik zie je morgen bij dag 3. Welkom bij dag 3. Ik wou het 2 keer doen. Het is 's avonds en ik dacht dat ik nog even snel wat moest opnemen. Dus vandaar dat ik in mijn kamer zit en dat ik alleen maar een beetje kutlicht heb. Maar dag 3, nu dus, maandag. Ja. En het gaat echt op en neer. Gisteren had ik dus echt wel een hele erg diepe dag en ook echt mega veel pijn, steeds aan mijn linkerkant. Ik heb goed geslapen, dus dat scheelt wel heel erg. In mijn vaders bed, want die kan zeg maar schuin en dat ligt echt perfect. Dus ik heb wel een goede nachtrust gehad en toen dacht ik dat ik vanochtend wakker werd. Ach. En toen werd ik vanochtend wakker met best oké eigenlijk. De rest van de dag gaat op en neer. Ik blijf een soort van pijn houden hier aan de binnenkant van mijn linkerborst. Hier blijft het dus echt steken houden en doen. En dat is met op en aan en dat gaat echt heel erg op en neer. Rechterborst is, zoals ik al had genoemd, helemaal goed en doet niks. En ja, voelt heel natuurlijk en normaal aan. Litteken voel ik een beetje gaan trekken en kriebelen. Dus dat betekent dat het aan het helen is. Ik heb wel vandaag voor het eerst gedoucht in mijn eentje. Wat echt een hele opgave was. Ik doe de onderkant douche ik wel en de bovenkant doe ik met een washandje. Maar dan mag ik dus even die sport BH af. En het is zo raar om bewegingen te maken. Ik begin nu wel iets fijner te voelen met mijn sport BH bewegingen te maken. Maar als ik hem af heb, dan is het echt weer helemaal... ben ik heel bang en heel voorzichtig. En ja, dan moet je dus je armen gaan doen zo met een washandje. En dat voelt echt, ik weet niet, gewoon heel, heel raar en heel onnatuurlijk nog. Dus dat is nog wel even wennen. Mijn ouders gaan zondag op vakantie, dus ik moet wel er een beetje aan gaan wennen. Wat nog meer, ik heb vandaag de verpleging, die had gebeld, dus heb ik gesproken en even nachecken over hoe het ging en zo. En ze zeggen dat de steken, de pijn die ik voel, dat is normaal, dat hoort erbij, niet echt iets heel raars. Dus ja, qua energie voel ik me wel een stukje beter en normaal heb ik er vandaag ook niet meer echt kunnen slapen, ik was niet echt heel moe verder, dus dan lukt het me niet heel erg. En dat was het. Ik heb nu nog steeds dus een beetje pijn en een beetje steken aan die linkerkant. Ja, dat hoort erbij en het moet vanzelf wel binnen gaan. Ik ben wel gezakt van mijn paracetamol om de 6 uur naar om de 8 uur. Dus dat is wel een goed teken. En ik heb nu volgens mij iets langer, zelfs al echt al 9 of 10 uur nu zonder een nieuwe paracetamol. Dus het zijn vooruitgang, maar het duurt nog wel even. Uiteraard. Ik ben blij dat ik in ieder geval niet dood ga van de pijn. Dat ik best bewegen kan en doen en zo. Dus we zullen het zien. Ik ga nu lekker naar bed slapen. En morgen ga ik even proberen om lekker met mama naar buiten te gaan. En we'll see. Dus slaap lekker en ik zie jullie morgen. Het is... ik moet even nadenken. Dinsdag vandaag. En ik heb mezelf aangekleed voor het eerst. Ik heb t-shirt aan. Wat mega groot is.
Waardoor ik er dus over mijn hoofd denk. En mijn armen eigenlijk niet omhoog hoeven te doen. En nu ook als ik hem uit wil doen, doe ik eigenlijk gewoon zo. En dan doe ik hem af. Ik heb joggingsbroek aan. Sneakers voor het eerst aangekregen. Oh my god. En ik heb ook nog even zelfstandig gedoucht. Dus op zich gaat het goed. Deze kant blijft een beetje vervelend en dikker. Ik heb ook meer het gevoel dat ik hier scheur dan aan die kant. Maar voor de rest gaat het wel goed. Vannacht geslapen zonder pijnstilling. Oh, mijn kopje wordt ook wel echt dikker. Ik eet natuurlijk niet echt op dieet. Ik eet wel gezond, maar ja. Ik hou echt nog steeds vocht vast aan alle kanten. Logisch is, maar goed. Ik zit aan mijn kop. Vannacht is geslapen zonder pijnstillers. En het ging eigenlijk super goed. Vanochtend dan nog wel maar even pijnstillingen genomen. Omdat nog steeds dat rare plekje aan de binnenkant van mijn linkerborst irritant doet. En inderdaad, links is iets harder dan rechts. Maar voor de rest valt allemaal mee. Ik ga nu even naar Amstelveen met mama. Kijken of we nog wat van zulke grote shirts kunnen kopen en doen. En even thuis uit. Ik word gelijk in het opgeroepen. Ik heb iets gevonden wat ik aan en uit kan doen. En denk ik, ja, hij is dus een open naar voorkant. Waardoor ik hem dus alleen maar zeg maar aan of te doen en dicht hoef te kopen. Dus, top. Ik heb één shirt erbij wat ik aan kan doen. En het was ik weer thuis. Het is best moeilijk om me te filmen, want ik kan mijn arm niet te lang zo houden. En ook niet hoger dan dit. Dus ik moet een beetje inkrimpen en doen. Maar ik ben dus echt kapot. We waren een uurtje in Amstelveen. Twee nieuwe shirts heb ik eigenlijk gekocht. Die super gat overhemden die je dus wel aan kan doen. Voor de rest voel ik me goed, alleen echt mega aan het zweten. Mijn moeder zei dat het logisch is natuurlijk, want ik ben nog steeds nog niet echt heel erg goed. Dus ik ga even deze video editen, in bed liggen. En niks doen, bijkomen. Voelt eigenlijk allemaal voor de rest goed. Voelde alleen heel erg alsof ik echt een band om mijn borst had. En dat dat echt mega strak zat. Maar eigenlijk geen echte pijn. Afkloppen dus. En ja, dat ga ik nu dus doen. Naar boven editen en zorgen dat deze video zo direct online komt.